Hallo allemaal, hier zijn we weer. Dit keer hebben we laten zien de de Look Fantastisch box. Ook daar ben ik op geabonneerd inmiddels. Dit is mijn eerste mei. Moet ik zeggen dat die vrij laat is. Het is al 11 mei. En ik heb meteen in het begin op 1 mei besteld. Maar nu pas binnen. Dus we gaan hem openmaken. Het eerste wat we tegenkomen is het boekje. Moet ik zeggen dat dit een heel uitgebreid boekje is. Dus er staat in wat er in zit. Kunnen jullie het zien? De producten staan erin. Maar er staan ook nog, een doe-het-zelf masker staat hierin. De andere dingetjes, je moet wel Engels kunnen. Anders is het een beetje lastig. De 10 beste scrubs staat erin. Dan op de achterkant de sneak peek voor de maand juni. Een douchegel, zie ik. Een bad- en showergel, oké. Dat is de sneak peek van juni. Voor de rest de doos. En we gaan hem openmaken. Het is wel weer ontzettend mooi ingepakt. Even kijken of we het kunnen zien. Het is mooi ingepakt. En we gaan kijken wat we hebben. Nou, het eerste wat er uitkomt is de wipe-out. Dus dat is een doekje waar je niet eens... volgens mij reinigingsmiddel benodigd hebt. Het is wasbaar in de machine 30 graden. Dus je zou je make-up eraf kunnen halen met alleen maar water. Dus dat is wel heel apart. Maar het is natuurlijk wel goed voor het milieu. Dus dat is de eerste die erin zit. Dan hebben we een 20 milliliter probiotica... het is een hydraterend masker. 20 milliliter. Volgens mij hebben ze ook weer in het boekje staan wat het zou moeten kosten. 20 milliliter, 9, oh, is pond. Het is natuurlijk pond. 9 pond 40. Ja, oké. Dat zou ik dan allemaal moeten gaan omrekenen. De wipe-out, het maskertje, daar zie je hem, het schoonmaakdoekje, die zou 10 pond, dus 10 pond, duur doekje. Wat hebben we dan? Dan zien we die, nou, die heb ik hier ook, een heel klein tubetje. En dat is 3 milliliter, dus echt een heel klein tubetje. Dat is in mijn ogen ook absoluut geen full size. Een hydraterend lipproduct met kleur. In de kleur Sweet Potato. Ja, het is een lipbalsem. Een lipbalsem met een kleurtje. Ah, oh, las me daar. Oh, er zit ook zo'n... alsof het een klos is, weet je wel. Zo'n schuin dingetje, als bij een lippenstift. Eens kijken wat hij doet. Nou, je ziet niet echt veel. Nee, je ziet helemaal niks. Dus die kleur, er zit wel iets van kleur in. Er is wel kleur. Maar ja, het is natuurlijk dan ook een balsemklosachtig. Dus het is echt een balsem met een kleurtje. Dus die kleur is natuurlijk heel, heel zacht. En dan hebben we het volgende. De wenkbrauwgel. Die zou moeten zijn ook 10 pond. En hij heeft een heel klein borsteltje. Ik denk dat dit wel een full size is. Aangezien het wenkbrauwgel is. Kun je hem goed zien.
Oh, geeft ook kleur. Er zit iets. Zie je, er zit iets van kleur in. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Dat je meteen je wenkbrauwen, als je ze in model brengt, ook meteen iets van kleur mee kan geven. En dan slaan we het bladzijdetje om. En dan hebben we deze. Dit is. Die wenkbrauwgel. Die. Oh, er staat niet bij hoeveel milliliter. 4 milliliter. Ik denk dat het dit de full size is. Het staat er niet bij. Stom dat het er niet bij staat. We hebben deze. Dan sla ik even die bladzijde om. Dit is een Balance Me. Hyaluronzuur zit er weer. Plumping Mist. 10 milliliter. Nou, ik kan me niet voorstellen. Het zal ook wel niet een full size zijn. Ik denk dat het ook een mini is. Is ook 10 euro. Award winning. Dus dat is wel weer heel erg leuk. Het is een award winning. Het is 9,9. Het is 99,9% natuurlijk. Dat is ook leuk, hè? Vegan. Award winning. Nou, dat is. Dat belooft wat. Als het een award heeft gewonnen, dan moet het wel voor een heleboel mensen een heel fijn product zijn. Brightens up, hydrateren. Het is in plaats van een toner. Dus als je je gezicht hebt gereinigd, in plaats van een toner kun je dus deze mist, en dat zal dan een pompje zijn, een spray. Die kun je dan over je gezicht heen sprayen. In plaats van dat je met een watje een lotion doet. Dus dat is dan wel weer grappig. En dan hebben we volgens mij het laatste product in deze doos. En dat is voor heel veel mensen het product in deze doos. Die doos is natuurlijk iets van, inclusief cent kost iets van 19 euro. Om erbij. Hij moet vanuit Engeland komen. Of die van mij komt zelfs uit Polen. Dus nou ja, goed. Maakt ook niet uit. Hier werd al over gezegd dat deze erin zat. Dat is ik heb een dagcreme. Hij is er ook in de nachtvariant. Een nachtcreme. Maar ik heb de dag-nachtcreme. Bij mij kan ik beide doen met hyaluronzuur. Het is 15 ml. Dus het is een full size. Alleen als je hem in de winkel koopt, zit hij volgens mij in een pot en niet in een tube. Maar het moet natuurlijk in een doos kunnen. Dus dan hebben ze speciaal voor Look Fantastisch waarschijnlijk in een tube gedaan. 50 ml. Maar liefst 100 en. Oh, hier zit 100 pond. 100 pond is die. Ongelooflijk. Dit is een crème, dag- en nachtcreme, die dus voor de versteviging zorgt. En voor tegen lijntjes, het anti-aging, brightening, en hè, vlekjes, lijntjes, verslapping. Nou, dat heb ik wel nodig. De lijntjes zijn er bij mij nog niet heel erg, maar begint wel de verslapping te komen. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Als die 100 pond is, moet hij wel heel goed zijn. Dus gaan we absoluut mee beginnen. Dus ik ben heel benieuwd. Dat was hem. Dat was al een unboxing. Het ging snel. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 producten. Waarvan de Avant de duurste is. De dag- en nachtcreme. Full size. En een duur product. En dan hebben we de spray. Wat een award heeft gewonnen. Dus in plaats van een lotion gebruik je de spray. En wat ik denk, een mini masker. Om te hydrateren. Altijd goed. Goed hydrateerd masker, altijd goed. Hydrateren en goed gehydrateerde huid is de basis van alles. Als je huid niet goed gehydrateerd is, kunnen andere producten er ook niet goed inkomen. Dus dat is heel erg belangrijk. De wenkbrauwgel ben ik ook benieuwd naar. Het moet natuurlijk niet te donker zijn, want anders heb je je wenkbrauwen alleen model, maar zijn ze gitzwart. Is bij mij ook niet zo mooi, dus daar ben ik ook benieuwd naar. Dan een heel klein tubetje, een minietje. Ik ben niet zo van de minis. Ik vind ze wel schattig hoor, maar in deze doos heb ik altijd van, doe maar full size. En lipbalsem met kleur. Dus dat is ook voor overdag wel leuk. Dit ga ik natuurlijk. Ik gebruik vaak lipbalsem 's nachts.
Maar dan doe je het natuurlijk niet met kleur. Dus dat is hij leuk voor overdag. En het schoonmaakdoekje wat in de wasmachine kan. Waardoor je dus weer veel minder wattenschijfjes nodig bent. Wat weer heel goed is voor het milieu. En geen reinigingsproduct meer nodig. Alleen water. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Of dat inderdaad wel gaat werken. Nou, de reviews daarover komen natuurlijk allemaal nog. Maar voor nu weten we in ieder geval wat er in de box zit. Hoewel ik wel denk dat jullie dat allemaal al wisten. Want ik ben een van de laatste die de box heeft gekregen, geloof ik. Maar ja. we gaan door naar de volgende box. Die komt... Style Tone. Komt zo rond 15 mei, geloof ik. En daarna de look... daarna de goodie box. Die komt zo rond de 20ste. En de Look Fantastisch komt altijd rond... rond de 5e of zo. Dus... Nou ja, volgende is de Style Tone. Ik ben benieuwd. Tot de volgende unboxing.